Een bijzonder goedemiddag en van harte welkom in de studio van Baronie TV. Misschien niet de plek die je verwacht hebt, maar we hebben hier vandaag een ingelaste programmering in verband met het aflasten van, het van de optocht in Boemeldonk. Nou, als je naar buiten hebt gekeken, snap je wel waarom. Er wordt vandaag geen meter gereden, vandaag niet en de rest van het jaar niet. Dus de komende periode zit ik hier. Mijn naam is Bram en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met Boemeldonk-kenner Frank Dikmans. Frank, hoe was de kater vanochtend als bouwer? Ja, gigantisch. Ik heb een bouwachtergrond in het verleden en ik ben inmiddels wel gestopt met bouwen, maar via Baronie TV nog betrokken bij de optocht elk jaar. En het is voor de 14 of 15 jaar dat ik het mag presenteren samen met Chris Moelands. En voor het eerst in het gehele bestaan gaat de optocht niet door. En dat is een klap in Boemeldonk. Ik ben op verschillende locaties geweest vanochtend. Interviews gehouden en mensen staan letterlijk met tranen in hun ogen. En op het moment dat ik dit vertel, merk ik bij mezelf ook de emotie. Want carnaval in Boemeldonk is niet een pilsje drinken alleen. Nee, dat is de grote optocht. Dat is het vaandel van Boemeldonk. Waar we trots op zijn. De grote kastelen op wielen. Die moeten rijden. En dat is er niet. Ja, en hoe laat kregen jullie gisteravond het sein dat het niet door zou gaan? Gisteravond was er een overleg tussen de A-clubs. Daar zijn de voorzitters bij betrokken geweest. Toen was er al een vermoeden dat die niet door zou kunnen gaan. Om 10:30 is definitief toen het besluit gevallen dat hij niet is gaan rijden. En ik moet zeggen dat het ook wel prachtig is om te zien dat alle bouwers breed gedragen die beslissing nu ook accepteren. Want het is ook niet niks. Die mensen zijn vanaf augustus daarmee bezig. Daar wordt een kleine €20.000 per wagen aan gespendeerd. Je hebt 10 wagens die daar rondrijden. Ja, dat is gigantisch veel. En daar ga je dus niet zomaar doen. Nee, precies. Maar er is in dit geval besloten om het niet op een later tijdstip alsnog uit te voeren. Kun je maar uitleggen waarom die keuze is gemaakt? Ja, die gedachten waren er in eerste instantie bij veel mensen. Ik zag ook sommige mensen denken van ja, maar waarom doen we het niet op dinsdag of met half vaste. De organisatie van de grote optocht in Boemeldonk is zo immens groot. Naast alle vrijwilligers, bouwers, mensen die rondom de creaties nodig zijn. Pakken, muziek, elektriciteit, inaggraten, motoren. Je kunt het niet zo gek bedenken of het zit op die wagen. Het mooiste is, je ziet het niet dat het erin zit en eromheen hangt, maar het is er wel. En keihard nodig ook. En je zou kunnen zeggen, joh, we gaan de onderdelen eraf halen en laten opbouwen. Maar naarmate de dag vorderde, hebben wij nu ook beelden straks voor jullie. Om te laten zien dat de echte schade gigantisch is. En dat die dus niet meer hersteld kan worden. Want er staan op dit moment dus ook wagens buiten, zeg maar, exposed aan de wind en regen. Ja, nog steeds. En dat zal even nog zo lang gaan duren totdat de wind is gaan liggen. De combinatie regen en wind is zeer kwetsbaar of zeer vitaal voor. Voor het papier-maché, waar de wagens van gemaakt zijn. En je ziet het per uur nu achteruit lopen. Er zijn wagens bij waarbij de kop, de hoofdkop, zoals wij dat noemen, de grootste kop op de wagen, ja, compleet beschadigd zijn. Ja, maar gelukkig hebben wij wat reportages kunnen maken van de karren, in zoverre ze nog heel zijn. Ik begrijp dat wij naar een video gaan kijken van carnavalsvereniging De Kleppers. En daar hebben wij een mooie reportage over gemaakt. Goedemiddag zou ik niet moeten gaan zeggen, vandaag hier in Boemeldonk. Ik sta samen met Pascal Michiels hier bij de Kleppers & Co. in het buitengebied van Boemeldonk in een complete rouwstemming. Carnaval in Boemeldonk is het feest van de leut, verbroedering, samen lol maken en laten zien waartoe we in staat zijn. Vandaag is dat een totaal ander verhaal. Vandaag zijn we, en ik krijg kippenvel op mijn armen, bij clubs gekomen die de tranen in de ogen hebben. Want het grote doel hier in Boemeldonk, de wagens door de straten heen zien trekken, door de huizen, laten zien hoe groot, hoe mooi ze zijn, gaat niet door. Om toch zoveel als mogelijk de aandacht te geven aan die wagens die gebouwd zijn, zijn wij erop uitgetrokken om toch wat mensen
is wat te vragen wat de achtergrond is, de beslissing om die optocht niet te gaan rijden. Pascal, goedemiddag. Ik begin dan toch met goedemiddag. Het is een fantastische wagen die jullie gemaakt hebben. Ik heb een aantal keren hier al rondgekeken. Elk jaar kunnen jullie een next level krijgen, zoals ik dit jaar. Maar wat is dit een drama? Ja, inderdaad Frank. Zoals je zelf al zegt, het is boemeldonk. Wagens bouwen, dat is waar het om gaat. Carnaval, de leut, de verbroedering, maar ook het competitieve. Als je ziet hoeveel energie, hoeveel tijd, geld, moeite mensen, clubs in die wagen steken, dan is dit het laatste wat je wil. Kun je iets vertellen over de achtergrond, wat er de laatste uren, dag is gebeurd in de beslissing na de aflasting toe? Ja, het weer is al weken onstuimig en we houden het dus ook al lange tijd in de gaten. Alleen ja, hoe korter dat je bijkomt, hoe meer dat je ervoor gaat vrezen. Het idee dat een optocht in Boemelonk afgelast wordt, het is nog nooit gebeurd. Dat idee dat die jongensdroom die spat even uit elkaar, het kan dus toch dat die niet doorgaat. Nooit gedacht. De weersverwachtingen waren gewoon heel slecht en die werden eigenlijk alleen maar slechter. En uiteindelijk zie je dan ook dat ze gisteren hebben geopperd om bij elkaar te komen. De BAK, de organisatie, bestuur. Met daarbij een aantal veiligheidsmensen. Ook weer professionalisten die zijn erbij geweest. En dan ook een aantal leden eigenlijk alle clubs, één lid. Om te gaan overleggen wat we kunnen gaan doen eventueel. Daar is bij gisteravond een overleg geweest en daar is al besloten dat de optocht niet rijdt. Het is gewoon niet verantwoordelijk. De windkracht is morgen of vandaag, vanmiddag rond de 7, misschien zelfs 8, 9. En dat is onverantwoord om dan door de straat te gaan rijden. En wat is daar eigenlijk ten grondslag aan? Zit daar een bepaald limiet aan? Windsnelheden, windkracht of... Ja, vooraf is gesproken over een maximale windkracht van 5. Dan zou de optocht nog door kunnen gaan. Mits er ook niet heel veel harde windstoten zijn, want dat is het ook. Af en toe dan is het een beetje windstil, maar dan komt er een stoot. En ja, die stoten zijn gewoon veel te hard. Het omvalgevaar van de wagens, dat is niet per se het probleem. Ik bedoel, er is heel goed over nagedacht, er is heel goed over aangerekend. In wat voor zin? Kan je uitgeven, uitdrukken in stabiliteitsberekeningen, et cetera? Ja, er zijn stabiliteitsberekeningen gemaakt waarin ook veiligheidsmarges mee zijn genomen voor deining, scheefstand, windkracht. En ook met die verschijnselen vallen de wagens niet om. Er is aan gerekend en volgens berekeningen vallen ze niet om. Wat wel natuurlijk gevaarlijk is en daarom is de beslissing van de BAK... helemaal juist. Het kan niet anders. Ik kan het risico niet nemen dat er delen wellicht naar beneden vallen. Het mag gewoon niet onveilig zijn. Zoals je onze wagen ziet staan. Het deint wel. Het waait nu flink. TV zul je het niet voelen, maar wij wel. Kan je bij de wagen ook een stuk uitleg geven wat jullie dit jaar gebouwd hebben? Ja, we hebben eigenlijk vol op het motto. Het motto schuif maar aan. En wij hebben ervan gemaakt schuif er maar aan. Een olifant opgebouwd uit schuifinstrumenten, uit toeters. En het geheel is dus eigenlijk één grote olifant. Maar je mag het ook één grote fanfare met toeters zien. Je fantasie de vrije loop laten gaan. Maar de olifant zal... Die zou sowieso het loopje moeten maken. Vandaar ook het verhoogde onderstel wat je misschien wel op de beelden ziet. En daarmee de poten zouden dan gaan lopen. De slurf die kan volledig bewegen uit 12 stukken. Het mooie is ook, ik heb al, want op social media gaat het tegenwoordig hartstikke snel. Ik heb begrepen dat jullie op dumpert.nl ook al staan. En daar staan vaak hele rare filmpjes op. Maar daar staan ook geweldige filmpjes op. Veel bekeken al?
Ja, het is inderdaad heel mooi om te zien dat, dat daar ontzettend leuk op gereageerd wordt. Ook de reacties eronder. Ja, hij is al, ik geloof al meer dan 150.000 keer bekeken in nog geen 12 uur tijd. 12 uur misschien. Dus dat gaat wel hard. Het geeft aan de belangstelling voor de Boemeldonkse optocht, denk ik. Het staat altijd rijen dik hier in de straten van Boemeldonk. 70.000 toeschouwers zijn er altijd wel. Een gigantische organisatie komt daarbij kijken. Die organisatie moet helemaal omgeturnd worden. Ik weet dat de BAK daar aan malle macht aan het werk is om toch vanmiddag een evenement in de Drielinnen te organiseren. Om de verbroedering tussen de clubs extra hard in de, onder de riem te steken met elkaar. En dat we als Boemeldonk zijnde er ook nog sterker uit gaan komen naar deze ja, geweldige bijna aanslag op Boemeldonks carnaval. Ik denk, Pascal, dat de kijkers van Baronie TV in ieder geval een groot gedeelte nu hebben meegekregen van wat jullie toe in staat zijn. Ik denk ook dat we de waardering moeten uitspreken namens ons, wat jullie elk jaar ook wegzetten. Het is een fantastische wagen, maar ook een fantastisch gevoel wat jullie overbrengen naar iedereen. Jullie zijn als club zijn er altijd een voortrekker daarin geweest. Cupwinnaars. Heel leuk, heel belangrijk, maar ook voorlopers in het verbroederingsverhaal. En weten waar het om draait hier in Boemeldonk. Want er staan mensen met tranen in je ogen hier op de Dam. En als ik zie, als ik hier op de oprit kom lopen, ja, dan lopen de rillingen over je lichaam heen. Ontzettend veel sterkte wil ik eigenlijk nog noemen. Probeer er toch nog met een biertje op te drinken. En ik weet zeker dat wij op een later moment nog wel eens een keer het gaan terugdenken aan dit ja, memorabel moment. Laat het zo maar zeggen. Dat denk ik ook. Heel mooi gesproken. En dank voor die woorden ook. Ja. Het is wat het is. Het is onze laatste wagen. Ook dat. En dan is het zeker zo zuur om te moeten zeggen, nou, dit was het. Niet hebben rond kunnen rijden. En dat je eigenlijk na 22 jaar zo moet afsluiten. En ja, daar zijn we z'n allen wel heel, heel bewust onder, maar ontzettend trots. Ja. Mooi Pascal, en ik hoop ook echt dat de Kleppers en Co. behouden blijven voor Boemeldonks carnaval in welke vorm dan ook. Want ik denk dat iedereen de afgelopen jaren genoten heeft van een geweldige club als dat zij zijn. Dankjewel. Ja, welkom terug in de studio. We zagen zojuist de beelden die jij eerder vandaag geschoten hebt. Dat was best wel een bedrukte stemming. Kun jij omschrijven hoe die sfeer daar is op die Dam? Ja, zo kwam die ook op mij over. En zoals ik hem nu ook terugzie, is het ook echt zo. Zeker op dat moment. De mededeling was eigenlijk net genomen. Mensen zijn gaan slapen, worden wakker. Dan komt het besef pas echt. Naderhand hebben we ook nog een andere reportage gemaakt. Dan zie je dat iedereen toch weer in de positieve carnavalsvibe gaat komen. Wat ook moet, hè, want uiteindelijk er is niemand gelukkig gewond geraakt of wat dan ook. Dat is het allerbelangrijkste dat er gebeurt. En carnaval in Boemeldonk zal altijd terugkomen. En ja, dit is heel jammer. Bij de laatste wagen van de vereniging. Ja. En nu begrijp ik dat er vanmiddag mogelijk een evenement is in de Drielinden. Weet jij daar al iets meer over? Ja. Nu is het zo dat elk jaar na de optocht er een zogeheten afterparty is. Een afterparty waar op de markt, waar de wagens normaal opgesteld staan. Is dit jaar dus ook niet. Maar die afterparty hebben ze verplaatst voor alle A-clubs, B-clubs, optochtdeelnemers in de Drielinden. En daar zal nog een groot feest zijn met alle bouwers betrokkenen. Waarbij onder andere ook, en daar draait het eigenlijk allemaal om, de cup met de grote oren uitgereikt gaat worden. En dat is heel raar, want er is geen jurering dit jaar. Dat is ook toe besloten. Wagens zijn kapot, kunnen niet meer eerlijk vergeleken worden. En de optocht wordt eigenlijk altijd gehouden ter ere van de prins. Prins, Rolf Kavelaars, prins Kaaf, de 54ste. Ter ere van hem wordt die optocht gehouden. Dus de clubs hebben ook besloten om hem de cup met de grote oren te geven. Hard onder de riem te steken. Er is geen winnaar, er zijn vele verliezers vandaag. En samen ja, proberen ze daar toch iets van te maken. Precies. En ik heb begrepen dat de volgende video van de volgende reportage alweer klaar staat.
Beste Boemeldonkers, belangstellende van de grote optocht. Wij zijn inmiddels bij CV de Simkes gearriveerd. Bij hun creatie van dit jaar. Thijs Timmers staat voor me. Een van de grote krachten achter deze fantastische A-wagen. Ja, het verhaal is misschien al wel goed te ronden gegaan dat de optocht niet doorgaat dit jaar. En vandaar ook het interview met CV de Simkes. Om ook zij in ieder geval zoveel als mogelijk, zoals ook andere clubs, de aandacht te geven die ze veel meer nog hadden verdiend. Thijs, een deceptie hè? Ja, het is gewoon heel erg balen natuurlijk. Je leeft met z'n allen meer dan een half jaar leef je hier naartoe. De laatste weken zet je er alles voor aan de kant om die optocht te rijden. En die wagen zo goed als mogelijk te presenteren. En eindigt het met een aflossing voor het weer. En helaas, hij is al deels kapot. Dus het houdt ook echt. Je praat over aflastingen. In de beslissing daarnaartoe, zijn daar nog alternatieven naar voren gekomen? Ja, op een gegeven moment zijn verschillende alternatieven besproken. Op een gegeven moment kwam ook de optie naar voren om met half vast te rijden. Maar de wagen is 11 meter hoog in zoveel delen. Dat betekent dat wij hem helemaal uit elkaar moeten halen, op moeten slaan. En dat hele proces, wij doen hem normaal natuurlijk direct na carnaval afbreken. Heel dat proces zou een week of vier op moeten schuiven. Ja, dat is voor ons niet haalbaar. De spullen die we dan weer moeten huren, alle techniek die geregeld moet worden, is voor ons niet haalbaar om hem even af te breken. En in een topconditie zoals wij hem willen presenteren, over vier weken te presenteren aan het publiek. En nu staat Boemeldonk altijd wel bekend in het feit dat als er een tegenslag is, het om te buigen naar positiviteit. Hè, als iemand tweede wordt of derde wordt, dan is het even traantje pinken, want ze zijn net geen eerste. Dit is een beetje misschien wel vergelijkbaar. Kan jij iets vertellen over wat er nu gedaan gaat worden om toch carnaval in Boemeldonk feestelijk te laten worden? Ja, nou, wij zouden dit jaar de wagenshow organiseren, de afterparty. Die gaan wel gewoon door op een andere locatie waar we geen last hebben van het weer. En daar gaan we gewoon zorgen dat we met alle clubs en mensen die hard hebben gewerkt om die optocht weg te zetten, die nu niet door mag gaan, om daar toch met z'n allen een positieve draai aan te geven. Met z'n allen wel gewoon een feestje te vieren. En dan hebben we daarna nog twee mooie dagen om lekker carnaval te vieren natuurlijk. Dus kortom, vanmiddag 3:00 is het showtime in de Drie Linden met alle clubs. Ja, mooi gezegd. Echt showtime in Drie Linden. En gaan we daar een mooi feestje maken. Sterkte, maar bovenal dan veel plezier daar. Dankjewel Thijs. Kom goed. Dankjewel Frank. Welkom terug hier in de studio van Baronie TV bij de extra uitzending in verband met het aflassen van de optocht in Boemeldonk. Ik zit hier vandaag met Frank Dikmans en samen nemen we jullie toch nog een beetje mee door korte reportages bij de wagens. Je bent vandaag op pad geweest, maar dat ben je niet alleen geweest, hè? Klopt. Ik doe het presenteren al jaren met Chris Moelands. We zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen, er worden zoveel wagens creaties gebouwd. We splitsen het in tweeën, zodat we zoveel als mogelijk aandacht kunnen geven aan zoveel als mogelijk clubs. En Chris heeft ook een aantal clubs afgegaan. Die heeft ook het gevoel proberen te vatten in woorden. In woorden en in beelden. Gaan we kijken of de videoclip inmiddels al klaar staat? Ja. Hier zo, live vanuit Boemeldonk. En we staan hier bij CV... Pindraat. Ja, dat is wel Pindraat, zeg maar. Pindraat. Jammer, hè? Ja, het is heel erg jammer. Maar ja, je houdt er eigenlijk al een paar dagen rekening mee dat het gewoon kan gaan gebeuren. Ja. En het zit in je achterhoofd. Maar wij zijn gewoon doorgaan met bouwen in de hoop dat het nog door zou gaan. Ja. En eigenlijk hoorde dat het niet zo was, maar het was niet echt een verrassing. Wat gaan jullie nou doen? We hebben even alles vastgezet voor de veiligheid. Want het gaat gewoon heel hard waaien. We hebben het hier afgezet dat er geen mensen bij kunnen. We zijn sowieso heel blij. Kaapje Tent, de sponsor van ons, dat allemaal hier heeft geholpen. Vrachtwagen ervoor gezet tegen de tocht. Ja, zo erg is het, hè? Jullie zijn een tochtgat hier, hè? Ja, het is echt een heel groot tochtgat. Heel groot tochtgat. Maar, Gaan naar de wagen lopen, want er is wat schade aan. En dat willen we wel zien, want het is niet voor niks gegaan, hè? Want hij heeft vannacht gewoon buiten gestaan, hè? Ja, hij heeft gewoon buiten gestaan een paar dagen. En op zich, bij ons alle touwen op de wagen zitten er nog gewoon goed op. Ja. Alleen de achterkant
zit nog wel wat kapot. Ja, de cameraman die kwam mee. Kom jongen, eronder door. Het is allemaal afgezet, zoals je ziet. En het is wel heel bijzonder. Kijk eens hier. Hey, proost hè. Ja, jammer hè jongens. We gaan hier even naar de schade kijken, want vertel maar, hoe is dat allemaal gekomen? Ja, de regen en wind, dat is een funeste combinatie. Ja. En ik denk dat eigenlijk alle clubs hebben gewoon wel heel veel schade geleden vannacht. En wij hebben er net ook wel extra stuk gewoon afgetrokken, omdat het anders... Het hout... Gewoon eraf moeten trekken? Ja, hebben we bewust gedaan. Het houdt anders toch niet. Dus, nee. Blijft hij nou hier staan of wat ga je er nou mee doen? Ja, we laten hem nou gewoon staan en we gaan hem aankomende woensdag afbreken. En dan gaat alles naar hopelijk een opslagplaats, want we willen heel graag... met deze mee gaan rijden. Dus als iemand een opslagplek heeft voor ons om het bij te houden... Oproep, hè? Ja, een klein oproepje zou dat echt heel erg fijn zijn. Ja, ja. Jullie zeiden wel van dat het aan jullie hart ging dit, want er zit hart en ziel in. Heeft dat een speciale betekenis? Ja, nou, we hebben het dit jaar met allemaal touwtjes gemaakt, zoals je ziet. En het is wel echt gewoon echt heel veel knopers, heel veel hulp hebben we gehad. En er zat heel veel tijd in, veel meer dan met plakken. Dus ja, het is heel erg jammer dat het uitgerekend dit jaar niet doorgaat. Maar het is volkomen terecht vanwege de veiligheid. Ja, je hebt er wel begrip voor, hè? Absoluut, ja. Het is gewoon voor de veiligheid het beste. Het is niet alleen voor ons, maar ook voor de bezoekers. Ja, precies. Dus groot respect ook voor de bak dat ze gewoon die keuzes hebben gemaakt. Oké. Okay. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier vandaag. Ondanks alles. Jullie gaan direct het verdriet verdrinken, denk ik. We gaan er het beste van maken. We gaan lekker naar het Veenhondshuis, ons thuiscafé. En we maken er wel wat moois van. Oké. Okay. Hartstikke bedankt, hè. En wij gaan terug naar de studio. Ja, daar zijn we weer. Frank, de video's die we nu zien, is eigenlijk iedereen wel het eens met de beslissing? Waren er ook mensen die wel graag hadden willen rijden? En die dat misschien iets minder makkelijk naast zich neer konden leggen? Of was dat... Nee, ik heb dat gevoel niet gehad. Ik heb niemand gesproken die zei van... wat raar dat we niet toch naar een alternatief hebben kunnen kijken. En daar was eergisteren bijvoorbeeld nog wel sprake van. Van, maar wat is dan plan B? En... moeten we daar niet beter over na gaan denken, et cetera. Maar tegen deze windkracht, deze regen, ja, is niks bestand. Hebben we wel gezien, als de wagens al in elkaar staan. Kijk, als de wagens nog opgeslagen staan, dan kun je nog iets. Maar nu is echt alles vergaan, bijna al, hè, voor de helft. En het niveau is zodanig hoog in Prinsenbeek. Daar moet je tot in detail gewoon goed zijn. Anders wil je gewoon ook niet gejureerd worden. En daarom is er ook geen jurering. Precies, en dat is een fijne beslissing, maar ik denk voor vele bouwers ook wel een lastige. Nou zie je dat sommigen de karren uit elkaar willen halen en willen opstallen. En dan misschien bijvoorbeeld met hier in het Kielengat op een later tijdstip mee willen rijden. Maar kun je ons meenemen in dat hele proces? Want we zien hier alleen de optocht. Maar je zei al dat we zijn er eigenlijk normaal gesproken vanaf augustus al mee bezig. Ja. Hoe ziet zoiets eruit? Nou, om je een voorstelling te geven, een aantal keren schuif ik wel eens aan bij A-clubs om in de ontwerpcommissie je fantasie ook op tafel te leggen. En dat proces begint eigenlijk in mei. De Bikse Draak onder andere, dus een A-categorie club, die hebben mij gevraagd van, joh, kun je eens een keer met ons meekijken en... Dan praat je over ontwerp, maar je praat ook over organisatie. Want om zo'n creatie weg te zetten, het zijn jongens van 20 jaar, dat is eigenlijk een mini-bedrijfje. Je moet sponsoring hebben aan geld, maar je moet materialen hebben, je moet ontwerp hebben, je moet technisch onderlegd zijn. Er moet een show gemaakt worden. En er zijn echt heel veel aspecten die daar naar voren komen. Precies, en dan daarna gaan ze, want starten ze ook met de bouw op de 11e van de 11e of... Gaat dat tegenwoordig? Nee, gaat al eerder. Mei en dan na de zomer, dan is eigenlijk een beetje de nishut opbouw of gereed maken. En dan is het een beetje september, oktober dat de meesten beginnen. En dan gaan ze knallen. Inmiddels begrijp ik dat er een nieuwe video klaarstaat van Chris. Dus ik ben benieuwd. Zo, beste mensen, vanuit de studio zijn we weer in Boemeldonk. En het is hier lekker winderig en we staan bij het CV. Geen idee. Hoe is het bij jullie aan binnengekomen allemaal met deze dagen? Het is al een paar dagen in spanning wat het weer zou gaan doen. Het was ook spannend of we überhaupt wel mochten opbouwen vanwege de wind. En toen gisteravond het nieuws dat het echt definitief afgelast zou zijn. En daar kan wel even hard binnen bij de meeste clubleden. Dus, maar het is menens, hè? Ja, het waait echt flink. Het was geen flauwekul. Nee, dat klopt. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? We zijn eigenlijk net na de zomervakantie begonnen met bouwen, een paar weken daarna. En een half jaar zo ongeveer. En dan uiteindelijk voor niks. En
Ja, wij maken er nou ook beelden van om het te laten zien wat er nog over is. Maar hoeveel er zijn jullie? Wij zijn met 15 man in de club. 15 man, hartstikke mooi. Wij zijn nu aan het kijken naar de wagens wat je ziet daar zo, zie je? En aan het rondgaan. Wat is het meest kwetsbare aan zo'n wagen? Vooral de losse onderdelen en de hoge onderdelen. Want ja. De hoge onderdelen zijn altijd los, zoals de kop en de muts. En die zitten gewoon met een paar bouten erop en hij is niet vastgelast. Ja. En dat is dus wel waar het gevaarlijk is en het eraf zou kunnen vallen al in het ergste geval. Maar in theorie is alles wel gewoon zo dusdanig sterk dat het allemaal geen kwaad kan. In welke categorie zit hier nu? Wij bouwen in de B-categorie. Okay. En wat was jullie thema? Wij bouwen voor Robin Hood en ons motto was de buiten is binnen. Hij komt eigenlijk... Buiten binnen? Ja, hij komt een carnavaleske buit brengen naar Boemerdonk. En dat is eigenlijk waar we over bouwden. Want normaal stelt Robin Hood van de rijken en brengt het naar de armen. En nu kan hij eigenlijk gewoon een hele buit vol met carnavaleske dingen naar Boemerdonk toe brengen. En dat is waar onze wagen over ging. Mooi. In ieder geval, wij gaan hem proberen in beeld te brengen, zie je wel. Ja. Met deze prachtige beelden. En wij wensen jullie toch in ieder geval nog een hele fijne carnaval toe, hè, hier in Boemerdonk. En wij gaan stilletjes aan weer terug naar de studio in Breda. Hè? Ja, Kielegat. Ja. Houdoe! Ja, welkom terug in de studio. Mocht je net zijn ingeschakeld en denken, goh, dit is toch niet de optocht van Boemerdonk. Kijk eens naar buiten, dan weet je dat het niet doorgaat. Het regent en het waait ontzettend hard. Dus vandaar dat wij deze ingelaste programmering hebben om toch nog een beetje van de sfeer mee te nemen bij jullie thuis. Normaal gesproken praat jij even voor de kijkers thuis. Naast mij zit Frank Dikmans en die doet normaal gesproken de optocht aan elkaar praten. Ja. Daar zit best nog wel wat voorbereiding. Gaat daar aan vooraf? Ja, nou, in principe probeer je eigen te verdiepen in waar er over gebouwd gaat worden. Wat de gedachte is achter de wagen. We proberen zo goed mogelijk te doen om de deelnemers daarin... toch heel veel mee te geven waarom dat er gebouwd is. En zoveel mogelijk waardering te geven aan het verhaal wat ze gedaan hebben. En waarom is dat belangrijk? Carnavalswagens bouwen heeft vele aspecten. Dat wil ik hier ook al genoemd hebben. Het is een soort technische ontwikkeling van veel jongeren. Kijk, jongeren kunnen op straat bepaalde activiteiten gaan doen. Of zich zinnig maken in bouwschuren, laat ik het zo maar noemen. En daar zie je teams in ontstaan. En in die teams daar heb je allerlei verschillende persoonlijkheden. Die verschillende persoonlijkheden moeten bij elkaar passen. En als dat als radertjes in elkaar gaat komen, dan zie je dat er een groot mooi geheel ontstaat. En dat is zo krachtig en zo mooi om te zien. Het is eigenlijk een nabootsing van bedrijfsleven. En je ziet ook dat heel veel mensen in Boemerdonk in de techniek belanden. Maar ook in een carnavalsclub heb je de accountant nodig die die financiën op orde houdt. En je hebt iemand nodig die zijn zegje kan doen. En zo kan ik maar doorgaan. En daarom maakt het ook zo veelzijdig. Ja, precies. Maar helaas is dat een beetje, nou ja, niet helemaal voor niks. Want we zitten hier en ik begrijp dat de volgende video inmiddels al voor ons klaar staat. Goed zo. Ja, beste mensen, we zijn weer van de ene locatie naar de andere locatie gewaaid. Ja, het is... We staan hierbij. We staan bij CW Big Smang Mix. Ja. En het is natuurlijk doodzonde hier. Al papier is eraf. En hartstikke zonde, we zijn allemaal heel verdrietig. Wat was jullie motto? Dolfs Cafeetje, de blauwe stier. Je hoort de muziek ook op de achtergrond. En van dat liedje... Daar hebben wij Blauwe Stier gebouwd met een café erin. Maar ja, hij blijft hier staan. Nee, wat is toch te gek dit jaar, hè? Ja, ik denk dit gaat het jaar in als het jaar van de storm 2020. Vergeten we nooit meer volgens mij. Nee, ik denk het ook niet. Want hoe lang zijn jullie mee bezig? Is ook vanaf augustus? Ja, zoiets. Een aantal maanden flink hard gewerkt in de schuur. Ja, en dan krijg je gisteravond kregen we te horen dat het niet meer doorgaat. Ja, en dan... En hoeveel bouwers zijn jullie nou mee op die club hier? Wij zitten met 23 in de club. 23 man. En hoe lang bestaan jullie? Dit is volgens mij ons 13e jaar. Maar dit is onze derde grote wagen. En daarvoor hebben we altijd meegedaan in de kinderoptocht. Wat welke categorie is dit? Dit is B-categorie van de grote optocht. Oké. En jullie worden alleen maar groter. Jullie gaan de toekomst naar de A? Dat is wel het plan. Moeten we even kijken, maar ik zou dat wel heel graag willen.
Hey, wat gaat er nou met de wagen gebeuren? Ja, dan moeten we even kijken. Hij is, ik denk dat de wind hem nou al afbreekt. Maar... Ja, niks meer voor te doen, hè? Ik denk dat hij hier tot woensdag blijft staan. En dan als woensdag de wind een beetje is gaan liggen, dan komt de kraan hem weer uit elkaar halen. Oké. Okay. Nou, ondanks alles wil ik jullie allemaal... tot een fijne carnaval toe vieren. Ja, dat komt en wij gaan met beelden van de wagen afscheid nemen en terug naar de studio. Ja. Bedankt hè. Is goed. Aflassen van de optocht in Boemeldonk. We zijn rond de klok van 3 weer terug. We gaan er even uit voor een plasje, een hapje en een drankje. En dan zien we jullie straks.